Oké, welkom bij de start van de Gran Turismo 6 Career Mode. We zijn weer terug in deze game. Gran Turismo 6, natuurlijk de op één na nieuwste Gran Turismo game op dit moment. Dit spel kwam uit in 2013, natuurlijk alleen voor de PS3, de laatste Gran Turismo 6 game, of de laatste Gran Turismo game op de PS3. En hier zijn we, aan het begin van een nieuwe start in GT6. Welkom bij Gran Turismo 6. Ik heb mijn save opnieuw gestart, zoals je kan zien. We zijn weer helemaal terug bij het begin. Ik heb Gran Turismo 6 best wel veel gespeeld in 2016, 2017. Vooral rond de tijd dat ik begon in SRL. Ik was een beetje aan de late kant bij deze game, want ik begon pas in Gran Turismo 6 begin 2016, toen ik dit spel kreeg voor mijn 15e verjaardag. Dus ik heb het nooit zo heel veel gespeeld, maar ik was al redelijk ver in de career. En ook had ik best wel veel, vooral ja, zoals ik al eerder vermeldde, vanaf dat ik SRL joinde, begon ik deze game wat meer te doen. En was ik redelijk ver in mijn progressie. Maar ik dacht, aangezien het een nieuwe serie is, begin ik wel gewoon weer helemaal met de nieuwe save. Want dit is deel 1 van de career mode, dus het zou een beetje raar zijn om meteen ergens midden in te vallen. En ook is het wel al lang genoeg geleden dat ik deze game speelde, dat ik niet echt meer weet hoe de career mode evenementen zijn en zo. En ja, het leek me leuk om gewoon helemaal opnieuw te beginnen en alles weer te doen. En ik ga niet alles opnieuw doen terwijl ik het al gedaan heb, zeg maar. Want ja, dan is er niet echt een reden om het te doen. En nu zijn we helemaal terug bij het begin en moeten wel door alles. En je gaat uiteindelijk weer alles vrij te spelen. Dus ik gebruik nu ook de Logitech G27 weer. Ook een stuur die ik al heel lang niet meer heb gebruikt. Maar laten we verder klikken. Welkom bij Gran Turismo 6. Gran Turismo Association verwelkomt je. We willen je een handje helpen in je ontwikkeling als coureur. Als eerst moeten we hier even onze naam gaan invullen. En dat moet ik even gaan doen met het standaard skeren PS3 toetsenbord. Want ik heb geen echt toetsenbord aangesloten hier helaas. Maar goed, dit is ook ongeveer het enige wat we hoeven te typen vandaag, denk ik. Dus doe er niet zoveel uit. Mag ik een spatie doen trouwens? Spatie. Oké. Ik hoop trouwens dat het geluid allemaal oké is, want dit is de eerste keer in een hele lange tijd dat ik weer opneem met mijn capture card. Dus hopelijk is het geluid een beetje goed gebalanceerd en is de kwaliteit ook oké, want ja, ik heb hier niet meer zoveel ervaring mee. Ja, dit is prima. Oké, en hier zijn we in Brands Hatch. Oké. Ja, misschien dat ik even in de video ga skippen, want dit is een soort van tutorial ding en dat heb ik natuurlijk niet echt nodig. Oké, door de laatste bocht heen. En we zijn aan het eind van de tutorial ronde, dus kunnen we nu voor het echt gaan beginnen. Dankjewel. Nee, ik hoef niet opnieuw te proberen. Oké. Hier zijn we dan in het menu. We hebben onze eerste circuitdag afgerond. Ter beloning hebben we wat credits ontvangen om op weg te helpen. Kijk. 30.000. Oh ja, we gaan een eerste auto kopen. En de enige optie die we hebben is de Honda Fit. Want ik denk dat Honda wel wat ze hebben betaald om weer verplicht met de Fit te laten beginnen. Het is letterlijk de enige auto die we kunnen kiezen. Ook hebben we meer credits. Maar goed, we gaan er maar voor de Honda Fit. Ook wel bekend als de Honda Jazz in Europa. We mogen nog wel de kleur kiezen. Dus ik ga over blauw. Azuur metallic. 1496 cc, 120 pk max vermogen. Oké, laten we kopen. Onze eerste auto en onze terugkeer in GT6. Nou goed, het is iedereen's eerste auto in GT6.
Dit is met je eerste auto, ook uit een bepaald aantal prestatiepunten, wat een algemeen idee geeft over de prestaties. Alright. 150 pp. Voor sommige is een bepaald prestatiepunt vereist. Makes sense. Jullie hebben een groot auto aanbod, maar het vindt ook door optiedealers in het scherm mijn huis op mijn lijst van alle merken te zien. Ja, dat kan ik me nog herinneren inderdaad. Deze game heeft echt heel veel auto's. Meer dan 1000. En ook heel veel automerken waarvan ik sommige gewoon niet eens ken. Categorieën zoals Super GT, Tourwagens, NASCAR. Alright. We kunnen gaan beginnen met de Coureur, denk ik. Kijk, hier zie je alle merken die we hebben. Het zijn hier echt ziek veel. Oké. Oh, cool, we hebben een cadeau. Vision GT. Oké. We beginnen met je eerste race. Gaan we beginnen siepen in spelcarrière. Speltype carrière en selecteer de Sunday Cup. We gaan beginnen in de klassieke Sunday Cup. Beginner. Eerste race is op de high speed ring. Oké. Nou, dat heb ik wel een beetje gemist hoor. Ik weet niet waarom, maar ik heb Gran Turismo 6 echt gemist. Goed om terug te zijn. Nou, Baseball gaan we niet gebruiken. Transmissie, brand geschakeld. Dat is het volle uit. Ik hoop trouwens dat de muziek niet te hard is. Ik kan het misschien voor de zekerheid wat zachter gaan zetten. Wacht, dat ga ik even doen. Dat kan ik volgens mij niet meer doen in een sessie. Dus ik ga even naar de geluidsinstellingen. Opties. Ik ben trouwens nu aan het navigeren via die schakelpook van de G27. Dat voelt ook wel apart. Geluid. Oké, menu-muziek. Het zat ook namelijk voor mij best hard aan mijn headset. Ik doe 50. Geluidseffecten, doe ik maar 50. Race-muziek gaat helemaal uit. Doe maar alles op 50. Dus voor de zekerheid, voor de eerste aflevering doe ik het wel nog ietsje zachter trouwens. Want dan kan ik het daarna gewoon gaan terugkijken om op basis daarvan te besluiten of het harder of zachter moet. Oké. Ik zet het voor nu even zo. Hopelijk is het een beetje goed. Als het te zacht is, is het niet zo heel erg. Als het te hard is, is het wat irritant, want dan hoor je mij niet. Oké. Beginner. We gaan weer terug naar de Sunday Cup en beginnen met de eerste race op de high speed ring. Ja, ik denk dat het geluid weer beter is. Het klinkt in ieder geval voor mij wat beter in mijn headset. Even kijken of de auto-opties nog steeds goed staan. Trouwens, ABS doe ik het voor nu wel een beetje aan, want de rem in deze game is best wel moeilijk. Ja, vooral met de snellere auto's. Het zal met een wegauto zoals dit wel meevallen, denk ik. Maar laten we gaan beginnen met de eerste race van de nieuwe Gran Turismo 6 Career Mode. Oké, rollende start. We zijn onderweg voor 2 rondes. Op de high speed ring in de Honda Fit. Ik heb trouwens nog de racelijn aan. Die wil ik eigenlijk het liefst ook nog even uitzetten. Ik ga even kijken of ik dat kan doen hier. Cellen opties. Zo, verkeerde. Zo. Ja, ideale lijn die mag uit. En ik doe ook wel de helderheid even ietsje hoger, denk ik. Want het ziet er een beetje donker uit in cockpitcam. Even kijken hoe dit eruit ziet. Je kan ook nog het interieurzicht aanpassen. Dat je bijvoorbeeld wat meer van het interieur kan zien. Ik laat het nu wel op standaard, denk ik. Oké. Maar we konden hier wel ook de geluidseffecten aanpassen. Even kijken hoe dit is.
Dit is beter, denk ik. Ja, het is echt zo lang geleden sinds ik ook hier voor het laatst heb gereden. Ik denk voor het laatst in 2016 toen ik deze game net gekocht had. Verder, afzien van de Kremlin, kom je hier eigenlijk nooit. Het is ook weer lang geleden sinds ik voor het laatst mijn Logitech G27 in mijn handen had. Het voelt ook heel anders dan de Fanatec natuurlijk. Ja, misschien dat ik wel de helderheid straks nog iets hoger zet. Dan zit het een beetje donker. Op een manier is de cockpit cam in deze game altijd donkerder dan de andere camera's. Als we nu onder de tunnel doorgaan. Achter deze Volkswagen Beetle. Hier misschien binnendoor. Dat is de P3. Ah, ik zat daar een beetje krap. Ik weet niet echt meer hoe deze baan is, maar hopen er nu 102 en hopelijk kunnen we de top 2 ook catchen. Zo mooi is als we meteen kunnen terugkeren met een overwinning in de eerste race van de Sunday Cup. We hebben nog een zesde versnelling. Oh kijk, dat valt me wel mee voor een Honda Fit. Kom op, maar we halen 180. Dat is wel decent. Ik denk dat we hier wel weer wat zouden vanaf moeten halen. Maar op zich valt het me wel mee. De auto voelt niet eens zo heel slecht. Oké, we lopen in op die twee gele auto's voor ons. Easy voorgas, onder de tunnel door. In de slipstream. Dit is de laatste bocht, denk ik. Kom op, we gaan buitenom. Ja, nice. Buitenom langs ook bij Takeda. En dat is P1. Uitkomen laatste bocht. Het wordt een overwinning in onze eerste race terug. In Gran Turismo 6. In de eerste race van de Gran Turismo 6 Career Mode. There we go. Een lekker begin. Nou, dat is wel nice om deze Career Mode mee te beginnen. En op zich, als je denkt dat het een PS3 game is, zijn die graphics ook best wel redelijk. Oké. Deze muziek klinkt ook echt nostalgisch. 4000 credits erbij, saldo is een 17.000. In mijn vorige save was mijn saldo 2,5 miljoen. Dus ik vraag me af hoe lang het geduurd tot we in de buurt van die nummers komen. Je hebt je eerst uitgereden. Je bent ook nog eens eerst geëindigd. Heel lang begin van je carrière als autocoureur. Inderdaad. In de races van het spel type carrière verdien je sterren en credits op basis van je prestatie. Zorg ervoor dat je slaagt voor alle beginner races. We doen in de volgende race. Selecteer stoppen. Oké. Ja, natuurlijk het begin van deze career mode is misschien een beetje saai. Omdat ik nog rijd in langzame auto's, maar dat is natuurlijk eenmaal hoe de Gran Turismo 6 wereld een beetje werkt. En we komen vanzelf voor in de snellere dingen. Maar dat is wel wat eigenlijk mij vroeger een beetje ervan weerhield om Gran Turismo te spelen. Want ja, ik kwam van de F1 games, dus al het andere voelde langzaam. En ik dacht van, ja, ik voelde er niet zo heel veel voor om dat te doen. Maar nu wel, want mijn interesses zijn een beetje veranderd. Zie je het startmenu rechtsbovenin? Via het startmenu kun je een andere auto kiezen, allerlei opties aanpassen en andere nuttige handelingen verrichten. Oké.
toetsfuncties wijzigen. Het zit allemaal wel goed, denk ik. Laten we de tweede race gaan doen. Op Autumn Ring Mini. Oké. Okay. We blijven nog maar eventjes in de Honda Fit. Maar het is ook wel leuk om deze circuits weer te bezoeken. Maar ik heb ook geen idee meer wat dit was. Dit herken ik niet meer. Oké, okay, we doen nu 3 rondes. Dit is denk ik een iets meer stop-go circuit. Oh ja, dit ken ik nog wel. Volgens mij is het circuit ook in Gran Turismo 5. Volgens mij is het waar je in GT 5 de eerste keer mode race rijdt. Maar correct me if I'm wrong, maar er staat me wel iets van bij. Maar ik ken dat circuit niet meer echt. Maar goed. Dat is weer het voordeel van in langzame auto's rijden. Je kan ermee wegkomen om gewoon een baan niet te kennen. En dat is toch redelijk te rijden. Omdat je gewoon zo weinig start hebt dat je eigenlijk onmogelijk een bocht kan missen. Oh, dit is al het einde van de eerste ronde. Ik had een beetje een slechte extra omdat ik even midcorner moest remmen om niet Hogan te raken. We kunnen hier wel binnendoor. Eén bocht erin. Oké, okay, P2 nu. Fukuzawa. Ik zit wel een beetje laag in de toren. Oh, sorry, ik gaf mijn klein tikje daar. Hier buitenlangs en nu uit naar de binnenkant hier voor één laatste bocht. En nu de laatste. En dat is de tweede overwinning. In de tweede race van de Sunday Cup. Nee, dit is niet wat we nog een ronde. Nice, Nick. Ik dacht dat er weer 2 rondes deden. Maar we doen er nog even eentje extra. Nou, de ronde is maar 50 seconden, dus dat maakt ook niet zo heel veel uit. Er zelfs vogels vliegen in de lucht, dat is wel een leuk detail. Oh, nice. Je moet niet te veel naar de omgeving gaan kijken. Oké, okay. Door de laatste bocht heen. En dit is nu overwinning nummer 2. En dat was ook de laatste race van deze video. Want ik denk dat ik voor deze eerste video het gewoon gehouden bij de Sunday Cup. Misschien dat ik gewoon per video 1 career categorie doen. Want ze gaan natuurlijk wel steeds langer en langer worden. Alleen de Sunday Cup is heel erg kort in deze game. Maar ook om gewoon even te checken hoe de settings zijn, hoe het geluid is en al die dingen. Maar laat maar weten wat je van deze game vindt. Heb je deze game zelf ook gespeeld? Of speel je het misschien nog wel eens? En zal ik doorgaan met deze serie? Let me know. Weer wat meer credits erbij. En 3 sterren. Dus lekker begin. Natuurlijk is de AI ook makkelijk te verslaan in de meeste klassen, net zoals in eigenlijk alle andere Gran Turismo games. Maar dat is ook wel eens chill om makkelijke races te hebben. Maar goed, maximale score in de Sunday Cup. En nu hebben we de Amateur Cup vrijgespeeld. Het is allemaal stijl om dit soort events vrij te spelen. Nu in Serbsland krijg je speciale beloningen. Vind je zoveel als je kunt. Dus goed, we hebben ook nog de koffiepauze uitdaging. Dat is ook een ding. En dus als we dit hebben gedaan, kunnen we de nationale B-licentie halen om dus nationaal B vrij te spelen.
Dan hebben we de stats. Ja, deze getallen waren wat hoger in mijn eerste save. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dit zich zal ontwikkelen. 0,1 uur totale rijtijd. Ik had in mijn vorige save meer dan 100 uur. Ja, ik weet niet. Deze game heeft wel goede vibes. Ik vind het leuk om terug te zijn. En ik kijk uit naar de rest van deze serie. Ik weet niet of we helemaal het eind gaan komen of we het echt gaan uitspelen, maar het is wel een leuk idee. Maar goed, ik ga het hier beëindigen voor deel 1 van de Gran Turismo 6 Career Mode. Dus thanks voor het kijken. Laat me weten wat je ervan vindt. En of ik mee verder moet gaan. En dan zie ik jullie weer in de volgende. Mazzel.